Wat is Boris eigenlijk voor een hond? Een Briard. Oké. Okay. Franse herdershond. Een wat voor? Franse herdershond. Oké. Okay. Maar valt die onder, zeg maar, die... je weet toch, die Duitse... je weet toch, die herdershond... valt het daar een beetje zo in die, in die, ja, afstammeling de van... Ja, oké. Okay. Dat is van de familie van de herder, denk ik. Oké. Okay. Ja. Duitse herder, je hebt Mechelse herder... Je hebt een Turkse herder. Ja, maar volgens mij valt die Turkse herder niet onder die... Oh, dat weet ik niet. Onder die hondenlijn, denk ik hoor. Oh. Snap je wat ik bedoel met dat herder? Bij mij... Ik denk bijvoorbeeld aan zo'n Ierse hond of zo'n kleine... Je weet toch, die zwart-witte honden die alles doen met schapen? Border collies. Ja, dat denk ik niet gelijk aan een herdershond. Snap je wat ik bedoel? Nee, terwijl het wel één is. Ja. Zo bedoel ik dat. Ja. Het is anders. Want dit lijkt meer, voor mij lijkt het meer op een soort Bouvier-achtergrond. Ja. Snap je? Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar volgens mij het is echt een herdershond. Valt bij de familie van de herders. Ja. Oké. Okay. En de border collie niet. Die valt daar niet onder, volgens mij. Ja, ik zou zeggen dat het een soort verkleinde lassie is. Ja. Aan het filmen. Ja. Ja, nee, gelijk ook een beetje, dan weten de mensen wat voor hond Boris is. Maar dan ga je dat op je site zetten? Nee, op die van Bassie. Van Bassie. Dan moet ik dan kijken. Just Bassie. Just Bassie, wat hij op zijn band heeft. Huh? Wat hij op zijn band heeft. Ja, ja. Ja, voor veel mensen is dit ook iets onmogelijks wat hier gebeurt en... Voor veel mensen vloeit er nou geen bloed, snap je? Ja. Dus die denken van, oh, sommigen houden nu hun hart vast, zo van, ja, je kan wel zo bij de hand door die camera heen praten en zo, maar wacht maar, er gaat zo meteen iets gebeuren. Weet je, veel mensen denken nu dat soort dingen in hun hoofd. Omdat, kijk, er wordt een beetje, in sommigen zijn ogen wordt er nou een bepaalde vorm van rijgedrag vertoond. Dus ja, wacht maar, snap je wat ik bedoel? Ik denk dat ik aandelen bij Bayern of zo moet nemen. Omdat die medicijnen dingen nu omhoog schieten. Mensen met hartverlammingen en zo. Oh, ja. Dat kan je niet meer volgen. Nee, echt, soms worden we gewoon van bepaalde groepen verwijderd. Omdat hij losloopt. Ja. Dat is gewoon, ja... Niet alle pitbulls zijn lief, toch? Nee, niet alle mensen. Nee, ook dat. Nee, daar begint het bij. Snap je? Kijk, wanneer mensen denken... Als wij nu heel erg onze best gaan doen en heel intensief gaan denken van... Hey, we zijn er nu allebei intens bang... Dan gaan zij voor ons, om hen heen kijken van waar zijn wij bang voor. Snap je? Ja. Dus honden zijn zelf nooit bang, in principe. Ja, weet ik niet. Ja. Boris, die is wel een beetje angstig hond. Een beetje onzeker. Ja, onzeker misschien niet. Deze? Ja. Hij is snel bang hoor. Ja. Ik geloof niet in. Ik geloof wel in. Zeg maar, dat als iemand zeg maar, een slaande beweging maakt, dat, ja, dan reageert iets daarop. Weet je, of dat nou een mens is of een dier of zo. Als het iets is van. Stel een bekende doet het, dan verstijf je en je hebt een schrikreactie. Weet je, dus maar. Of je dat dan in categorie angst moet zetten, weet je. Maar als ik bang ben buiten, dan zie ik hem niet mee bang worden. Nee. Snap je? Ja. En daarnet,
wat we net zagen, was van hem geen angst. Hij deed eigenlijk dit. Schaamde. Snap je? Ja. Dus, maar als mensen wel dat denken van, hé, hij is bang. Nee, dat had ik niet hoor. Nee, maar ik bedoel over het algemeen. Als ze denken van, hé, mijn hond is bang. Dan zijn ze eigenlijk zelf bang en dan projecteren ze hun gevoel. Ja, ja, ja. Dat verandert hun energie. En die hond die wordt waaks. Die denkt van, hé, wat is er aan de hand? Die wordt voorzichtig. Wat wel van de week inderdaad, kwam er ook iemand met een pitbull aan. Maar ik weet het nooit, hè, of het een pitbull is of niet. Oké. Die zei van, als Boris los aan het spelen met een andere hond. Ja. En die gingen allebei op die hond af. Toen zei die man, hou je hond bij, hou je hond bij, hou je hond bij. Ik ben wel erg bang dat hij dat zou doen. Want toen werd ik ook wel een beetje bang natuurlijk. Want ze laten ze niet meer los, hè? Nou, ik heb tot nu toe niet... zeg maar, in het begin had ik wel zoiets dat het... dat ik niet wist hoe ik moest handelen. Maar nu heb ik de laatste... ja, zeker anderhalf, twee jaar... gebeurt het niet hoor, dat er bijtincidenten. Nee. Dan, weet je, er wordt wel eens zeg maar heen en weer geduwd. Hé, hey, voorzichtig, voorzichtig! Hé, hey, boys! Kom maar! Good boy, good boy, good boy. Kom maar. Ja, ik ben wel blij. Van de week had hij wat verkeerd gegeten. Oh. Dat was dus een verkeerd geval en net ook alles wel een paar keer gecontroleerd. Ziet er goed uit. Hey, hey.